de categorie Sportploeg van het jaar voor het Sportgala 2022 is genomineerd KV Eimerik, de A1. Goedenavond. Hebben jullie allemaal nodig? We komen even jullie buitentraining onderbreken met een verrassing. De aanvoerder van het clubje. Dat ben ik. Ja. Genomineerd voor Sportploeg van het jaar op het Sportgala. Oh. Oh. Dat is een verrassing. Genomineerd voor het Sportgala als sportploeg van het jaar. Wat is daar je reactie op? Ja, ik wist niet zo goed wat het was. Ik ben wel heel benieuwd wat de taak is en ik ben benieuwd of we gaan winnen. Ja, we zijn een heel actieve club, korfbalvereniging. Echt een club met iedereen zijn spel en zijn passie en alles erin geeft. Veel vrijwilligers. Uiteraard zoeken we altijd hoop vrijwilligers. Maar het mooiste is het spelen. En als je ook ziet met zijn team, ook de plezier wat er uitstraalt. Uiteindelijk resulteert er ook in een kampioenschap. Ja goed, we zijn echt super blij en trots op de club, op de vereniging en op onze leden allemaal. En uiteraard, de deur staat altijd open, hè. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Ja, vanzelf. Hoe lang bestaat de club inmiddels? Bijna 50 jaar, dus over 3 jaar zijn we 50 jaar bestaan en dan gaan we groots uitpakken. Ja, want jullie zijn denk ik de enige sport waar gemengd teams zijn, hè? Ja, dat klopt. Ja. Merk je er wat in het fysiek of zijn er bepaalde regels in van je moet zoveel dames, zoveel heren opstellen? Ja, je hebt dus 4 dames en 4 heren per team in een vak of in een veld en dan dus 2 en 2 in een vak. Je mag dus wel zeg maar heren en dames tegen elkaar opstellen, dus dan, dat je dan een dame tegen een heren hebt. Zo. Op ons niveau mag dat, maar op hoger niveau is dat een no-go. Wat maakt jullie ploeg zo speciaal? Ja, ik denk het teamspel, dus dat we echt wel om elkaar zijn heen gespeeld en dat we daarmee wel de wedstrijd hebben gewonnen. Nou, dat zit al heel lang bij elkaar, dat team. En ja, goed, als je ziet, je ziet ze gewoon groeien. Plezier met elkaar. En dat is ook de basis. Zorg dat ze plezier hebben in het korfballen. Dan wordt het resultaat ook beter. En ja, dat is het motto eigenlijk.